Het wordt een rottig klusje, denk ik, maar als het gemaakt is en je doet zo de kast open, dan... Vandaag in de vlog, het gaat de goede kant op met mijn IKEA-kast. Ze heeft ook nog een soft close, dat is helemaal een soort droom. Zeg je? En ik heb iets voor jou gemaakt. Ik heb iets, ik heb een cadeautje voor jullie. Vanmorgen is heel erg gedaan. Ik had zin in koffie, maar... Ik had even geen zin om koffie te maken. Toen zag ik dat er nog een beetje in zat, in de kan. Al gezet, van gisteren. Of eergisteren. Nee, van gisteren. Heb ik het opgewarmd. Ja. En het ergste is toch wel dat ik er erg van heb genoten. Smaakte echt uitstekend. Het is een mooie dag. Een zonnige dag. Een zonnige zondag. Ik werd toch wel een beetje met een dubbel gevoel wakker. Want het slechte nieuws is dat mijn Instagram nog steeds niet terug is. Mijn account was van donderdag op vrijdagnacht ineens verdwenen. Ik kreeg een mailtje dat ik was geschorst. Met niet echt, vanwege het overtreden van de community guidelines. Maar niet echt, stond niet echt bij welke guideline dan. Bezwaar aangetekend en nu staat er zo in beeld. Dit kan een dag duren, maar inmiddels zijn we toch wel ruim 2,5 dag verder. En nu begint het toch wel een beetje, zorg te maken. Wat enigszins soort van geruststellend was... is dat gisteravond het Instagram-account van Bonnie ook werd verwijderd. Die kreeg hetzelfde mailtje, echt identiek. Toen was ook haar account ineens weg. Bij haar stond er wel iets meer uitleg over de precieze reden. Maar dat sloeg ook helemaal nergens op. Dus het was duidelijk een foutje. En toen heeft zij bezwaar aangetekend en kreeg ze, maar binnen een paar minuten had ze de account weer terug. En ze vertelde ook dat er meer mensen waren, bevriende influencers ook, die hetzelfde probleem hadden gehad de afgelopen weken. Dus dat stelt een soort van gerust dat ik denk, oké, dus misschien was het gewoon een foutje. Is het gewoon een rare glitch in het systeem en wordt het gewoon, komt gewoon alles weer terug volgende week. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer raar dat zij haar account dan meteen weer terugkrijgt en ik niet. Maar ja, het lijkt er dan toch op dat het gewoon een beetje een soort willekeurige fout is. Ja, en zo niet, ja, ik breek mijn hoofd erover wat ik dan, wat heb ik gepost, geliked, gecomment, wat niet door de beugel kon. Ik kan het niet verzinnen. Dus dat is wel... Ja, je kan je natuurlijk afvragen. Mensen die niet op social media zitten denken... Ja, wat boeit het nou, je Instagram-account? Maar ja, het is dus wel... Ik heb er wel en heel veel herinneringen... en heel veel foto's en heel veel stories in mijn archief. Maar ook gewoon heel hard gewerkt de laatste tijd... om aan die 12.000 volgers te komen. Zodat ik wat meer samenwerking kon gaan doen op Instagram. En dat begon net een beetje goed te lopen. Dus het is ook gewoon werk wat in één keer weg is. En dat is wel... Eigenlijk ook heel vervelend dat ik mezelf zo afhankelijk heb gemaakt van een of ander raar Amerikaans bedrijf voor mijn inkomen. En dat is ook waarom ik ooit begonnen ben met Team Kijk Maar Even. Waarom ik zo blij ben met Team Kijk Maar Even. Mensen die mij direct supporten met een maandelijks bedrag. Die me iets minder afhankelijk maken van dit soort grillen. Maar er is ook goed nieuws. Want afgelopen vrijdag was ik lekker uit met Dook. Dat heb je gezien in de vlog. Ik was om 6 uur thuis. Maar ik kan je voorstellen dat ik een klein beetje een katertje had de volgende dag. En er kwam echt niks uit mijn handen. Ik heb echt nauwelijks iets gedaan. Tot na het eten, rond 8 uur. Toen kwam ik in één keer weer tot leven. Kreeg ik echt een soort opleving. Ik voelde me weer goed. Ik had weer energie. En ik dacht ook, wat zonde van deze dag. Als ik de hele dag niks ga doen. Dus ik moet even iets doen. En toen ben ik... verder gegaan met mijn kast. Ik dacht, ik begin gewoon even met de deuren. Ik heb de scharnieren eraan gemaakt. De oude deuren zijn opgehaald door iemand. Ik had ze op marktplaats gezet. Gratis op te halen. Meteen de volgende dag opgehaald. Dit is een nieuwe deur. Gigantische hoge spiegeldeur. Ik ben echt heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien als straks mijn hele kast spiegel is. Zo hoog ook. De basis van de kast had ik al in elkaar gezet. Maar gisteren nacht heb ik dus de kledingroeders erin gehangen. Dit is de kleine, dit is de grote. Daarna heb ik het schoenenrek in elkaar gezet. De 2 glazen lades die daarboven zitten. De uitschuifplank die daarboven zit. En de glazen plank die daar weer boven zit. Was best een behoorlijk klusje. Want je moet natuurlijk en al die lades allemaal in elkaar zetten. Maar ook het systeem om het in die kast te kunnen schuiven. En steeds goed uitrekenen. Nou, ik had ontdekt dat je toch, wat ik misschien eerder heb gezegd dat het niet zo was. Maar op die ontwerpsite waar ik mijn kast heb ontworpen. Kun je toch een soort plaatje downloaden met in welke gaatjes, in welk gaatje alles zit. En dit is dan een gaatje 68 ongeveer. Dus je moet wel, begint wel onderaan met tellen. Deze 2 planken heb ik ietsje lager gedaan dan in de originele tekening. Want, kijk, hier zit zo'n opbergdoos. Ze kunnen nog iets omhoog. Maar ik dacht, dan heb ik nog iets aan dit vak. Anders is het zo'n heel plat vak. Ja, aan de andere kant, als er zo'n opbergdoos in staat, dan maakt dat natuurlijk eigenlijk niks uit. Ja, het kan nog omhoog. Dan kunnen de roeders ook weer omhoog. Dan heb ik iets meer hangruimte. Maar kijk, het komt...
zich goed. Best een lang shirt. Lijkt mij best wel veel ruimte. Kun je hier eventueel nog iets plats opleggen. In het originele ontwerp was er hieronder ook nog een roede om het ding aan op te hangen. Maar ja, dat lijkt me eigenlijk gewoon te kort. Dan eigenlijk bedoeld voor kortere dingen zoals pantalons of zo. Maar als je die hier hangt, ja, leek me eigenlijk gewoon een beetje te kort. En ik was met Bonnie aan het bellen gisteravond over dat Instagram gedoe. En die zei, je hebt ook helemaal geen plank voor je broeken of zo. Oh, kut, broeken, dat ben ik echt vergeten. Dus ik heb gisteravond bij IKEA nog 3 dichte lades besteld voor deze kast. Kleine lades voor ondergoed en sokken. 1 plank om nog wat dingen op te leggen. En dan komt hieronder ook nog een vak voor wat opbergruimte. En dan zouden hier bijvoorbeeld shirts en broeken in kunnen. Nou, zoveel broeken heb ik ook weer niet. Het was een lekker klusje. De hele kamer ligt vol met dozen en troep en plastic en zonnebloemolie. Dat is echt irritant. Op al die planken en al die buizen en alles van IKEA zit zo'n labeltje geplakt. En dat is zo'n goed plakkend labeltje. De verleiding was erg groot om die er allemaal op te laten zitten. Maar ik weet gewoon zeker dat ik me dan de komende 20 jaar dat ik deze kast heb ga ergeren aan dat ik nog echt zo'n labeltje met zo'n streepjescode zie zitten. Dus heb ik allemaal netjes afgepoetst. Ik zie daar wel een veeg. Maar ja, wanneer zit je zo naar je kast te kijken? Dan blijft ik allemaal van die resten over. En met olie of iets vettigs krijg je dat er vrij makkelijk weer af. En verder moet er dus niet zo heel veel meer gebeuren aan deze kast. Ja, de deuren moeten erin. Maar dat is toch wel echt het handigste om te doen als de laders er allemaal in zitten. Toch heb ik hier nog 2 volle dozen met IKEA spullen. Oh, de lampjes. En deze matten voor in de laders. Fijn om je kleding op te leggen, dan gaat het niet zo schuiven. Nou, dus ik ga eigenlijk de kast een klein beetje inrichten. Misschien ook wat kleding erin hangen, want ik word toch echt wel gek van het kamperen. Ja, het voelt wel lekker dat ik gisternacht zo in een soort postkater hyperfocus toch nog zo ver ben gekomen. Maar het begint nu wel echt een soort wekenproject te worden. Ik moet vandaag ook allemaal troep aan de weg zetten, want morgen komt het grof vuil om mijn oude stoelen op te halen en mijn oude bank. En het karton geloof ik ook al, of is dat overmorgen? Ik geloof dat het overmorgen is. Dat ruimt wel lekker op, dan wordt het hier eindelijk weer een beetje leeg, want ik krijg helemaal benauwd van al het troep om me heen. Komt ook wel door dat enorme wasrek in de huiskamer, dus dat ga ik eerst even fixen. Ik begin even met deze grote doos. Er zitten een paar grote bakken in. Oh, en nog wat andere spullen. En nog wat kledinghangers. Ze zijn wel anders dan de kledinghangers die ik heb. Dat is wel erg jammer. Ze zijn toch ook van IKEA? Wat nepplantjes die wilde ik eigenlijk in de badkamer gaan hangen. Kijken of dat een beetje gezellig is. Een lengsnoer. Oh, ik denk de deksels van dit. Deze 3 bakken, opbergbakken, die wil ik gaan gebruiken om onder mijn bed te schuiven. Daar is namelijk heel veel ruimte. Zo, er komt een lucht uit. Daar wil ik wat beddengoed en zo in gaan doen. Dingen die ik niet dagelijks nodig heb. Reserve kussens en zo. Mijn slaapzak, mijn opblaasbed, mijn tubbel. Dat bad. Dan komt er namelijk in die kast in mijn slaapkamer veel ruimte vrij. En dan kunnen daar weer wat andere spullen uit deze kast naartoe. Die nu allemaal hier liggen. Zoals tassen, jassen misschien. Zodat in mijn nieuwe kast echt alleen maar kleding hangt en dat het niet een soort van alles en nog wat opbergplek is. Echt, waarom maken ze die labels? Nou, deze laat ik zitten, die ga ik toch nooit meer zien. Ik heb zoveel IKEA handleidingen gelezen gisternacht en ik was denk ik door mijn kater toch niet helemaal scherp, dus af en toe gingen er ook dingen mis en dat ik het dan opnieuw las en dacht, oh, tuurlijk, maar ja, ik ben altijd wel onder de indruk van die IKEA handleidingen, net als de Lego handleidingen. Alles klopt, er zit gewoon geen niks ontbreekt, niks is per ongeluk net iets anders dan er staat. Het enige is dat je gewoon heel erg moet focussen op het ontcijferen van een plaatje zonder tekst. Op een gegeven moment was ik bezig met die scharnieren van de deuren van mijn kast. Er zitten per deur 4 scharnieren aan. En 2 zijn anders dan de andere 2. En ik heb zo echt 10 minuten naar het plaatje zitten staren. Ik kwam er maar niet achter welk scharnier nou waar moest en wat het verschil nou eigenlijk was. Dus heb ik uiteindelijk toch maar even gegoogeld. Ik had toch maar even wat tekst nodig. Dat iemand even tegen me zei en dan doe je deze daar en dan doe je deze daar. Ik dacht dat ik echt heel visueel ingesteld was, maar ik denk dat ik uiteindelijk toch iets beter leer van tekst. Dat gold voor mijn autotheorie examen ook. Ik heb
al die oefenvragen en al die oefentoetsen, daar heb ik echt wel veel aan gehad. Die theorietoppers hebben me wel echt... Zo warm. Maar ik ben toch blij dat ik ook gewoon nog dat ouderwetse boek erbij heb gelezen. Want daar stonden toch best wel veel dingen die ik nodig bleek te hebben. Nou, daar past echt superveel in, denk ik. Dus dat gaat heel lekker opruimen. Zo. En het is fijn dat er een deksel op zit, zodat het stofvrij blijft. Natuurlijk. Wat hebben we hier? Dit is voor mijn uitschuifla. Ik weet niet precies waar al deze bakjes precies mee gevuld gaan worden. Er zit een handleiding bij, maar er valt ook niks in elkaar te zetten. Ja, dit is even zo'n plaatje waar ik dan... Wordt hij gewoon niet wijs van. Een hoekje. Oh, er zit een heel soort plakveeltjes. Waarvoor dan? Plak je dan onder op dat ding? Dan heb ik de hele tijd dingen kwijt. Overal liggen IKEA dingen. Ik was gisteren ook de hele tijd de ene schroevendraaier kwijt die op al die IKEA schroeven het beste past. Dus ik heb al die laadjes zo in elkaar gezet met een schroevendraaier die iets te groot was en een schroevendraaier die iets te klein was. Dat viel niet mee, kan ik je vertellen. Ja, ik weet niet waar dat nou... Er viel nog iets uit, maar ik weet niet waar dat nou is. Pas gewoon precies, volgens mij. Jezus, wat veel instructies voor een... Dan heb ik nog zo'n la. Ja, zo'n kastvulling, of hoe noem je dat eigenlijk? Een laverdeler. Een soort bestekla voor je kledingkast is het eigenlijk. En ik denk niet dat ik ze hoef vast te plakken, want die passen als het goed is gewoon... Ik vind dit echt, ik weet niet wat ik er allemaal in ga doen, maar ik vind het echt heel erg... Echt weer wat ik vorige keer zei, een grote mensenkast. En hij heeft ook nog, deze la heeft ook nog een soft close. Dat is ook helemaal, dat is helemaal een soort droom. Zag je? Nog een keer. Wauw. Hebben die glazen laders volgens mij ook. Nice. Woe. Twee van deze... Lademmatten vind ik ook echt zoiets. Zoals je in de IKEA loopt en je loopt zo'n slaapkamer in en je trekt zo'n kledingkast open. Dan ja, dat, is dat altijd een soort kast waarvan ik denk... Dat is niet voor mij weggelegd met allemaal lampjes en nou ja, glazen platen en mooie kastinvullingen. In iedere la zo'n mooie mat, dat je kleding lekker blijft liggen. Er is ook nog anti-slip onder. Het enige is, dit past natuurlijk niet in die la. Dus je moet ze wel op maat knippen. Alles heeft een standaard maat bij IKEA. Maar deze mat is dan weer een soort van voor alle laders geschikt. Oh, er zit wel een streep precies op de plek. De grootte van mijn la. Niks aan de hand. Ik heb niks gezegd. Hop. Dat is één. En dat is twee. We gaan door. Hier heb ik scup. Een wasmand. Ja, waar ga ik die laten? Toen ik nog een kleinere kast had, had ik tussen de kast en de muur nog een soort ruimte. Daar stond mijn wasmand. Ja, een soort van wasmand was maar een soort zak die het omviel en indeukte. Ik dacht, misschien is het wel handig om even een stevige wasmand te kopen. Die blijft staan. Moet ik nog een gebruiksaanwijzing lezen? Maar die past natuurlijk nu niet meer tussen de kast en de muur. Omdat de kast breder is. Waar laat je dat dan? Ook een goede softbox. Voorlopig kan die wel in de kast. Dus laadjes zijn er toch nog een paar dagen niet. Past goed zeg. En dan hebben we hier de lampen, de verlichting voor in de kast. Ik had in mijn oude kast ook kastverlichting van IKEA, maar die waren op batterijen. Daar was iets mis mee. Misschien hebben wel meer mensen die lampen gehad. Kijk deze. Super makkelijk te installeren, kwam lekker veel licht vanaf. Echt top. Behalve dat de batterijen steeds echt binnen 2 weken helemaal leeg waren. Er ging echt iets niet goed. Dit is gewoon op stroom. Dat is natuurlijk veel fijner, maar ook veel ingewikkelder om te installeren. Ik denk dat dit projectje wordt voor vandaag. De verlichting. Mysterieuze accessoires. Er zit ook een heel dik boekje bij. Dit is misschien wel het dikste boekje van alles. En dat voor zoiets kleins. Ja, kom jij maar even kijken. Dit wordt een rottig klusje, denk ik. Maar als het gemaakt is en het werkt. En je doet zo de kast open en dan gaat het licht aan. Dat moet wel geweldig zijn. Aan de slag. Tada, ze doen het. Heeft lekker veel licht. Heel handig op dit plankje geklikt. Dat viel erg mee, de installatie.
Ik heb het snoertje hier zo heel mooi weggewerkt. Gaat hij dan omhoog naar deze plank. Daar heb ik een gat in de kast geboord en daar ook. Kijk, hier is hij ook zo netjes weggewerkt. En dan naar boven op de kast ligt de hub en zo. En toevallig had ik hier al een stopcontact. Kan ook achter de kast misschien wel als je een dunner stekker stopcontact hebt, maar dit kan wel toch. Flirtje. Ik moet nog 3 dingen doen vandaag. Het is 5 uur. Ik moet nog een vlog monteren vanmorgen. Yep. Ik wil zeker nog even naar buiten voordat de zon ondergaat. Want het is echt heerlijk weer. Nou, ik heb net al even in de zon gezeten. Dat was wel fijn. Ik heb nog iets voor jullie. Iets voor jullie gemaakt. Een leuke verrassing. Een cadeautje. En, oh, dat is ding 4. Ik ga toch proberen om 2 deuren alvast in mijn kast te doen. Want die rechterkant is in principe klaar. Daar hoeft niks meer in. En dat is denk ik het lastigste in mijn eentje. Maar ik heb het gezien op YouTube hoe mensen dat doen. En het kan. Dat ging weer verrassend makkelijk. Ze hangen zelfs soort van enigszins recht. Je kan ze nog een beetje recht hangen met die schroefjes op de scharnieren. En nu kan ik eindelijk de beschermingstape eraf halen. En bij deze ook. Mooi zeg. Fantastisch hoe hoog en groot deze spiegels zijn. Ik vind dingen die langer zijn dan mezelf altijd heel groot. Ja, fantastisch. En er komt er dus nog zo'n grote naast, zoals deze. Ongelooflijk. En ik dacht dat het iets minder mooie spiegeldeuren waren dan die ik had. Het waren echt van die hele zware. Ja, en hier zit zo'n lijst omheen. Bij mij staat helemaal geen lijst omheen, dus die sloot ook zo precies aan. Ik kan met die schroefjes nog zorgen dat ze iets beter afsluiten. Nu zit er nog een beetje spleet tussen. Dat ga ik nog wel even proberen. Gans in het maisveld. Nou, het voormalige maisveld. Daar gaan ze. Maar nog een hele groep. Gaat die mee? Nee. Als ganzen vliegen ziet het er altijd een beetje uit alsof ze zo zich net zo in de lucht weten te houden. Heel hard flapperen en dan zo. Oh, alsof ze het heel zwaar hebben. Beetje alsof ik aan het water trappelen ben. Het is erg mooi, ondanks dat mijn maisveld is weg. Het is gekapt, geoogst, gerooid, whatever, gesnoeid. En het is weer één bruine ellende. Het is altijd wel een beetje een treurig moment, want dat is wel echt het einde van de zomer. Maar gelukkig blijft het hier nog wel een tijdje heel mooi. Een bos is eigenlijk het hele jaar door wel mooi, behalve in de winter als er helemaal geen zon is. Kijk, zo'n mooi laag winterzonnetje kan nog wel wat hebben. Sneeuw is natuurlijk ook mooi in het bos. Maar als het zo helemaal grijs is en bewolkt en een beetje zo regent, dan is het hier wel echt treurig. Ik kijk er niet naar uit om dan te gaan wandelen, maar ik ga het waarschijnlijk wel doen. En nu ga ik ook even een klein stukje lopen en even nadenken over wat ik eigenlijk ga eten straks. Dat moet ook nog gebeuren. Ik zit hier lekker op mijn bankje van de zonsondergang te genieten en te kijken naar de reetjes in het weiland die daar heerlijk rustig staan te knabbelen aan het gras en eentje zat te plassen. Komt er een stel langs met een hond niet aan de lijn en die hond ziet die ree, rent erop af
En de enige wat die vrouw, die man zegt niks. Die vrouw zegt alleen maar, nee, Djoeke, nee, hier blijven. En dat was het. Op deze toon ook ongeveer. Die hond was ondertussen al 100 meter verderop. En niet, ze proberen niet eens nog een keer die hond te roepen. Dit is dus waarom je hond moet aangeleid moet houden in het bos. Ze doen ook helemaal niks. Staan daar maar. Oh, ik geloof dat de hond weer terug is. Nou, ik hoop niet dat hij een ree heeft gevangen. Het was net zo leuk dat de reetjes weer een beetje minder diep in het bos zaten de laatste tijd. Dat ze weer een beetje richting de bewoonde wereld komen. Waar ze vroeger voor corona ook altijd zaten. Voordat het zo druk werd in het bos. We zaten altijd gewoon hier zo in mijn veldje en hier in het weiland. Maar ja, op deze manier. Asociaal. Iets anders wat ik even wilde bespreken. Ik heb iets voor jullie gemaakt. Ik heb een cadeautje voor jullie. Ik weet niet hoeveel mensen erop zitten te wachten. Maar ik krijg best wel vaak. Ik krijg sowieso heel vaak lieve complimenten over de muziek die ik gebruik in mijn vlogs. Mensen die het heel mooi vinden of heel goed vinden passen. Of juist verrassend of rustgevend. En dat vind ik heel erg leuk om te horen. Want dat is een van de dingen waar ik tijdens de montage ook echt wel mijn best voor doe. En die ik ook wel belangrijk vind. Dat de muziek goed klopt. En dat de muziek niet te veel afleidt. Maar ook zeker geen muzak. Van die liftmuziek. Die er alleen maar een beetje ter opvulling is. Ik wil wel echt dat het iets toevoegt aan de beelden. Ik doe altijd erg mijn best om iets moois te vinden. Ik heb het gevoel dat het laatste jaar of twee jaar misschien wel, dat ik een beetje ook een soort stijl heb gevonden van muziek die goed bij mij past en bij mijn vlogs past. Ja, heel vaak een beetje aan de klassieke, rustige piano kant. En soms is het wat meer een beetje zo die 60s pop, 60s soul-achtige muziek. Ik gebruik ook heel vaak van die beetje, ja, beetje salsa-achtig, een beetje, ik weet echt niet goed hoe je dat moet noemen, maar het klinkt gelijk een beetje alsof je in een Mexicaans restaurant zit te eten. Dat is muziek die bij sommige beelden gewoon heel goed werkt. En mensen vragen dus ook heel vaak aan mij waar ze bepaalde liedjes kunnen vinden. En dan zeg ik altijd, ja, sorry, het is stokmuziek, dat kun je niet vinden. Maar alle muziek die ik gebruik van Epidemic Sound staat gewoon op Spotify. Dus wat ik nu heb gedaan, ik heb op veler verzoek een playlist gemaakt op Spotify met daarin de muziek die ik gebruik in mijn vlogs. En ik heb echt mijn best gedaan om alle meest gebruikte liedjes die ik echt vaak gebruik, waarvan je waarschijnlijk als je ze afspeelt denkt, hey, deze ken ik. Die heb ik allemaal in die playlist gezet. Ik heb wat meer recente muziek erin gezet die ik de laatste tijd heb gebruikt. En ik ga vanaf nu iedere keer dat proberen bij te houden en liedjes die ik echt heel mooi vind, van ik denk, nou, dit is iets bijzonders, dit is leuk, dit willen jullie misschien nog wel een keer luisteren, ga ik daar aan toevoegen. Ik heb me natuurlijk wel afgevraagd, wat moeten jullie eigenlijk met zo'n playlist? Is het dan iets wat je echt gaat aanzetten en dan ondertussen iets anders gaat doen? Dan zou het natuurlijk fijn zijn als er een beetje een soort samenhang is tussen de liedjes. Dat je niet in één keer van een heel rustig pianoliedje in één keer zo bam in een wat harder liedje komt. Maar ja, ik denk dat de meeste mensen toch die playlist misschien gaan gebruiken als soort naslagwerk. Dat ze iets hebben gehoord in mijn vlogs en denken, hé, dat vond ik mooi, ik zoek het even op. Dus er zit niet superveel samenhang in, maar het is wel allemaal redelijk rustige muziek. Ik gebruik sowieso niet veel harde rock of snelle pop of dance of zo. Dus je kan hem gewoon rustig aanzetten en volgens mij heb je dan best wel een chille luisterervaring. Beetje muziek om bij te studeren misschien, of je belastingaangifte te doen. De playlist heet Muziek uit mijn vlogs. Linkje staat in de beschrijving. Je kan erop abonneren en dan krijg je de nieuwe muziek gewoon in de playlist erbij. Dus, alsjeblieft. Kijk, daar is het reetje. Hij is weer terug. Hij is zich toch niet heel erg laten afschrikken door de hond, gelukkig. Kun je nog lopen? Loop eens even een stukje. Kom maar lopen. Oh, ziet er nog goed uit. Ik was even vergeten dat alle supermarkten in Hilversum op zondag, op eentje na die helemaal aan de andere kant van de stad zit, gaan om 7 uur dicht. Ik vind dat zo bizar vroeg. De rest van de week is het 9 of 10 uur. En op zondag in één keer 7 uur. Nou ja, toen dacht ik heb nog wel een diepvriespizza. Heb ik ook niet meer. Dus nu wordt het gewoon lekker, lekker bij één geraapt zootje erwten, spinazie, vissticks en pasta. Op zich lekker. Pap.
pasta met doperwtjes, tuinbonen en spinazie. Gewoon maar alles erin gedaan. En veel kaas. En vissticks. Wederom, vergeet het te proeven. Dus het wordt een verrassing waar dit naar smaakt. Maar het is lekker. Dankzij de kaas en het bouillonblokje, denk ik. Ik ga nu eten, mijn vlog monteren en dan al mijn troep buiten zetten aan de straat voor het grof vuil morgen. Dus ik neem afscheid van jou. Ik zie je graag morgen weer. Kijk maar even. Doei! In ik vertrek volgen we Nederlanders die op een punt staan te emigreren. De kledingroeders erin gehangen. Roeders. Iets anders. Nee, niet ISO nog wat. Dat gaan we niet doen.